legaal elektrisch steppen met een step van de Mediamarkt? Dat lijkt er wel op. Yo, yo, ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En laat ik even beginnen met zeggen dat ik de Mediamarkt een verschrikkelijk lelijke winkel vind. Het is echt een nemesis van de Apple Store. Alles is smakeloos en zo schreeuwerig en zo lelijk allemaal. Dan weet je bij deze dat deze video niet gesponsord is en zeker niet door de Mediamarkt. Tegelijkertijd hou ik ook van de Mediamarkt. Ik hou ervan omdat ik het haat en ik haat het omdat ik ervan hou. Ze zijn altijd overal, ze hebben altijd alles. Ik moet dan ook toegeven dat ik regelmatig gewoon even voor de lol een Mediamarkt binnenloop om te kijken wat ze allemaal hebben. De Mediamarkt verkoopt ook elektrische stepjes. Ja, en daar is ongeveer weer hetzelfde. Hè? Ze verkopen van de allergrootste troep tot het hele hogere segment. Ze verkopen van die Denver stepjes en die vallen al uit elkaar als je er naar kijkt. Maar ook van die chiekere Xiaomi en Ninebot stepjes. De Mediamarkt verkoopt stepjes al jaren, ongeveer even lang als ik al stepjes test. En ze doen altijd een beetje een vreemde dans met de regels als je het mij vraagt. Ja, ze verkopen die stepjes die dus niet legaal zijn op de Nederlandse weg. Maar ondertussen boden ze wel een rij-klaar service aan. Waardoor je bij wijze van spreken zo hup de winkel uit zou steppen, klaar om op pad te gaan. Terwijl die stepjes dus niet toegestaan waren op de openbare weg. Beetje vreemd. Nou, tegenwoordig doen ze het wel iets beter. Wat grotere waarschuwingen erbij dat de stepjes niet bedoeld zijn voor de openbare weg. Iedereen rijdt op de openbare weg, maar ze zijn niet voor bedoeld. En ze verkopen sinds kort ook deze legale e-step. Dit is de ProMount Urb Mob Kick & Go. Een elektrische step die dus legaal is op de Nederlandse weg. En hoe legaal die precies is, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Dit is een step met stepondersteuning. Net zoals de Micro Colibri NL en de Stapstep die ik ook al eerder heb getest. Het verschil is alleen dat deze step op veel meer plekken verkrijgbaar is. Dus bij 48 mediamarkten, maar ook nog bij 30 andere dealers verspreid over heel Nederland. Dat kan een Stapstep of een Micro zeker niet zeggen. En de step met stepondersteuning werkt als volgt. Je geeft een kick, dus een trap van de step, dan gaat hij automatisch versnellen. Dan houdt hij 8 seconden de gewenste snelheid aan tot 25 km per uur. Dan zijn we nu bijna. Ja, hier, dan zakt hij weer terug. En dan moet ik weer een nieuwe kick geven, zodat hij dus weer gaat versnellen. UrbMob staat voor Urban Mobility en het is dus van het bedrijf ProMount. Een beetje een vreemde naam, maar dat komt omdat het een importeur is uit Meidrecht die vroeger alleen maar van die GoPro mounts, van die verbindingstukjes voor je GoPro, naar Nederland haalde. En nu doet hij dus van allerlei dingen, zoals ook mobiliteit. Ja, het is een samengestelde step, zou ik maar zeggen, oftewel het design komt niet echt van ProMount vandaan. Dus je kiest de onderdelen, je stelt die step dus helemaal per onderdeel samen en dan komt hij zo hup uit de Chinese fabriek gerold. Wij houden bij Bright natuurlijk meer van helemaal zelf vormgegeven producten en ook voertuigen. Maar goed, ik zeg altijd maar, beter goed samengesteld dan slecht bedacht. Wat hebben we hier precies? Nou, de Urb Mob Kick & Go die gaat tot 25 km per uur met een bereik van maximaal 35 km. Dat red je nooit, kan ik alvast beloven. Er wordt altijd veel te veel bereik beloofd bij die stepjes. Ik deed het altijd door de helft en dan hoop ik dat ik dat haal. Ik heb de 11 stepjes toch gereden, 200 km op 11 verschillende elektrische steppen en ik heb geen enkele keer het beloofde bereik gehaald. Dus ik zou zeggen, 10 km moet je redden. De wielen zijn het normale e-step formaat 8,5 inch. Het zijn geen luchtbanden, maar solid rubberbanden in een honingraad motiefje die de klappen moet opvangen. Verder kan er 100 kilo op de step en weegt hij zelf 11 kilo. Dat is bijzonder licht, kun je hem ook lekker makkelijk meenemen in de trein bijvoorbeeld. De prijs is €599, is best veel geld voor een elektrische step. Maar vergelijkbaar met de concurrentie, de stapstep is ongeveer even duur, afhankelijk van welke variant je daarop pakt. De microstep, de legale e-step, is veel duurder, €900, kan maximaal 20 km per uur en heeft een minder ver bereik. Dus die denk ik niet dat je die heel snel wil gaan kopen. Er zijn twee versies van deze step, de Mediamarkt versie en de overige versie. Dit is eentje van de overige versie. Je kunt hem herkennen aan het grotere display en het hangslot wat er standaard bij wordt geleverd. Dat zijn dus de voordelen van de overige versie. De Mediamarkt heeft dan weer ook een rijhendeltje erbij voor tot 6 km per uur. Dat is ook toegestaan. En bij de Mediamarkt kun je erop rekenen dat er binnenkort flink wordt gestunt met de prijs. En dan hebben de andere dealers ook nog wat speciaals, zoals dit hangslot.
Urbmob heeft nog twee andere voordelen. Ten eerste is hij te verzekeren. Je kunt dus een extra WA-verzekering afsluiten die zich richt op de e-step. En ten tweede is het zo dat deze step makkelijk weer terug om te bouwen is naar een step zonder step-ondersteuning. Een normale e-step dus. Mocht het zo zijn dat die e-step toevallig op de Nederlandse weg wordt toegelaten door de Nederlandse overheid. Ik zou er niet al te veel van uitgaan. Maar hoe stept hij nou? Nou, ik vind hem in ieder geval een stuk fijner steppen dan de stapstep. Hij is behoorlijk veel steviger gebouwd. Je hebt niet een beetje krakerig gevoel dat je erop staat. Had ik bij de stapstep wel. En de banden vind ik ook wel fijn rijden. Ik hou meer van luchtbanden over het algemeen. Hier zit geen lucht in, alleen maar rubber dus. Maar toch vind ik hem voor een solid band best wel comfortabel rijden voor de meeste ritjes. Ook merk ik nog een technisch voordeeltje. Die stapstep, die kon je dus ook een zet geven en dan 8 seconden wachten en dan weer een zet geven. Maar als je tussendoor een zetje gaf, dan registreerde die niet. Je moest dus wachten en dan weer een zetje geven. De Urbmob registreert dat wel, dus je kunt gewoon rustig op je eigen tempo blijven steppen en dan blijf je continu ondersteunen. Dat is echt heel prettig. Maar laat ik niet overdrijven, een normale e-step rijdt gewoon veel prettiger dan een step met stepondersteuning. Het is wel lollig hoor, af en toe die kick en dan weer doorsteppen. Maar het is veel fijner om het gewoon precies te doseren door aan die rijhendel te trekken. Ook zijn ze best wel link, vind ik het, die step met stepondersteuning. Is er een hobbel, een drempel of zo, dan registreert hij dat ook als versnelling en geeft hij dus automatisch weer gas bij. En ook als je een bocht omgaat of eventjes achterover gaat hangen en een beetje aan je stuur trekt, ook dat ziet hij soms als een versnelling. Dus je moet altijd je hand bij de rem houden, want geef je een klein tikje aan de rem, dan stopt hij meteen met ondersteunen. Ook heeft deze hetzelfde probleem als de stapstep, dat als je aan de hand loopt met de step en hij staat nog aan en je geeft een iets te groot setje, dan registreert hij dat als een versnelling en gaat hij er dus een soort van vandoor, zie je dat? En zo ben je in één keer rubber aan het verbranden, alsof het niks kost. Voordeel is wel, bij de stapstep zit je motor aan de achterkant, dus dan gaat die meteen stijgeren. Hier ben je alleen maar je band aan het vernaggelen. Moeten we het nog even over dit display hebben? Ten eerste is het natuurlijk super lelijk, hè? Je kunt beter de MediaMarkt versie pakken, want daar zit het display gewoon keurig in het frame verwerkt. Maar goed, je krijgt deze er soms dus ook bij als je hem bij een andere dealer koopt. En wat zie je dan allemaal? Je ziet dat je 4 verschillende standen hebt. Stand 1 is tot 6 km per uur, stand 4 tot 25 km per uur. En je hebt de indicatie van de batterij. Maar dit is nou typisch zo'n voorbeeld van een goedkope display of goedkope step. Die batterijindicatie is super onbetrouwbaar. Je begint vaak met 5 streepjes, maakt niet uit hoe vol die is. Dan ga je rijden, dan gaat die soms terug naar 2, tussendoor weer naar 3. Je hebt eigenlijk geen idee. En dat is toch wel heel erg vervelend. Maar hoe legaal is de legale e-step? Ja, Urbmob twijfelt zelf helemaal niet als je naar de doos kijkt. Overal zie je de legale step van Nederland. Maar het ligt iets genuanceerder. Alle e-steps met stepondersteuning houden zich vast aan 1 pagina op rijksoverheid.nl. Urbmob is zelfs zo overtuigd van die ene pagina dat ze op deze plek, hè, waar je normaal gesproken een kenteken of een verzekeringsplaatje zou plakken, een QR-code hebben geplakt naar die ene pagina op rijksoverheid.nl. Wat daar staat is dat inderdaad voor de e-step met stepondersteuning dezelfde regels gelden als voor de e-bike met trapondersteuning. En dat betekent geen helm nodig, geen rijbewijs nodig en geen plicht om jouw step als motorvoertuig te verzekeren. Maar er is nog nooit een uitspraak geweest van een rechter die dit ook beaamt. Is een e-step gelijk te stellen met een e-bike? Er loopt wel 1 rechtszaak met een step met stepondersteuning die later omgebouwd is, maar dat bevindt zich nu nog in een deskundige fase en moet misschien nog gekeken worden of er nog een hoger beroep kan worden gegaan. Oftewel, daar is nog lang geen definitieve uitspraak. Dan zou je zeggen, wat doe je nou moeilijk? Maar ik was laatst bij een bijeenkomst van letselschadeadvocaten. Zo kom je nog eens ergens als stepjournalist. En daar was juist de opvatting dat een step nooit een fiets kan zijn en daarom nooit onder die uitzonderingspositie van de e-bike kan vallen. Lang verhaal kort, mijn inschatting is dat je bij een staande houding van de politie jezelf wel onder een boete of een inbeslagname uit kan praten. Maar als je jezelf of iemand anders het ziekenhuis inrijdt, dan zou het nog wel eens een lastig verhaal kunnen worden. Conclusie, ik vind dit wel de beste step met stepondersteuning die je op dit moment kunt kopen in Nederland. Ja, er zijn wel wat haken en ogen. Hè? Rij jezelf en iemand anders niet het ziekenhuis in alsjeblieft. De legaliteit die kan ik je niet volledig garanderen. En de prijs die komt goed overeen met de kwaliteit. De prijs is goed zou ik zeggen. De kwaliteit, ik weet niet hoe die er over een jaar uitziet.
ben ik niet helemaal zeker van. Ja, het is toch bijzonder dat je in dit mooie Nederland beter een legale, veel gevaarlijkere step kan kopen dan een illegaal alternatief met een rijhendeltje. Weet wel dat er een hoop nieuw stepnieuws aan zit te komen uit Den Haag, uit de politiek. Waarschijnlijk vooral begin 2024. Dus abonneer je op dit kanaal, step right up en dan zie ik je in de volgende step video. En een step right up is dan een soort van abonneer je, weet je, kom erbij. Step right up, walk right in. Jij was ook al een Jermaine fan, denk ik, hè? Was je te jong?